Hallo, dit is Iedereen kan haken. Welkom. We gaan vandaag een gekruist stokje maken. Een gekruist stokje is eigenlijk niets anders dan twee stokjes over elkaar. Ik heb dit lapje al gemaakt. Als het dadelijk te moeilijk wordt om te zien, dan doe ik het even met een grotere naald en dikke garen. Dit is echt een hele leuke steek. Maar hij is niet ingewikkeld, want als je stokjes kan maken, dan kan je ook de gekruiste stokjes maken. Dit zijn de gekruiste stokjes aan de achterkant. Ik ga nu gewoon even verder waar ik gebleven was. Je slaat de draad om. Je slaat één steek over. Kijk, je ziet hier de steken. Je slaat er één over en je haakt een stokje in de tweede steek. En je gaat dus van rechts naar links. Insteken, omhalen. 1, 2. Kijk, nu heb je al een gekruist stokje. Ik zal even inzoomen. Is het onduidelijk? Kijk, je ziet hè, dat. Deze stokjes zijn allemaal schuin en dat komt gewoon omdat je er één overslaat en dan gaat die schuin liggen. Nu gaan we een stokje naar de achterkant insteken en dan sla je achter het stokje en dan pak je deze steek. Kijk, deze steek pak je achter het stokje en je pakt deze steek. En om het makkelijker te maken, doe je met je duim eventjes de ene stokje weg en dan haak je weer een gewoon stokje. En dan heb je een gekruist stokje achter. Je slaat er dus één over en je pakt de volgende. Slaat hem om achter het stokje. Je pakt die vergeten steek, zeg maar, of die overgeslagen steek. En je haakt een stokje. Omslaan. Eén steek overslaan. En je hebt een schuin stokje. Omslaan achter het stokje door. En je pakt de steek op. Je houdt hem even vast. Met je duim. En je hebt weer een gekruist stokje. Kom je op het eind aan van je toer, dan gebruik je die ene opzetlus, zeg maar, als afsluiter. En daar zet je een gewoon stokje op. Zodat je altijd rechte zijkanten krijgt. Kijk. Om omhoog te werken voor de volgende toer, maak je 3 lossen en je keert het werk. Een achterkant, eigenlijk heb je geen voor- of achterkant bij gekruiste stokjes, dus het is eigenlijk ook wel eens een keer makkelijk. En je slaat weer de draad om, je slaat er weer één over en je pakt de volgende. Omslaan, achterdoor. En insteken. Je moet de draad hier niet te strak vasttrekken, want anders kan je de stokje moeilijker maken. Omslaan, insteek overslaan. En insteken. Eentje overslaan. Je maakt een stokje en je steekt achterin. Een steek overslaan. Je maakt een stokje en je steekt er achterin. Wil je nu een vierkant lapje? Dan kijk je even naar deze punt en naar de onderpunt.
En die hou je even zo vast. En dan leg je het werk even zo op elkaar. En als je een vierkant wil, dan moet je nog even doorhaken tot deze punt. En nu lijkt het vierkant, maar om het even te meten, kan je het even zo meten. Het is echt een lekkere steek die meegeeft. Er zit heel veel rek dan in. Ik ga hem even uitleggen met een iets grotere naald. Pak even haaknaald nummer 8. Je maakt een opzetlus. Zeven, acht, zeg maar het even aantal. Dan nog één lusje voor de eindstokje en drie lusjes voor het beginstokje. En dan steek je in het vierde opening van de losse. Ja. Dan ga je omslaan. Je slaat er één over en je pakt de tweede losse. Omslaan en je gaat achter het stokje door en je pakt die overgeslagen lossen. En je hebt een gekruist stokje. Omslaan. Je slaat er één over. Omslaan achterdoor. En omdat dit de eerste toer is, is dit een beetje lastiger dan gewoon. Want als je daar weer gewoon verder gaat, kijk, dan zie je mooi deze stekens liggen. Dan kan je makkelijker tellen. Als je een beetje bezig bent, dan hoef je niks meer te tellen. Eén stokje achterdoor. Achterdoor en in de opening. En je hebt weer een gekruist stokje. Nog één. Eén over. En in die laatste, kijk, hier heb ik er, even kijken hoor, ik heb in het begin eigenlijk één stokje gedaan en die had aan de achterkant moeten zitten. Maar als je niet uitkomt, kan je of, zeg maar, je kan hier ook gewoon één stokje inzetten. Dan heb je dit als zijkant, dan kom je wel weer goed uit. Drie lossen en je keert het werk. Omslaan en je pakt weer de tweede. Omslaan, achter. Je moet inderdaad wel zorgen dat je één stokje aan de zijkant hebt hier. Zodat dit, dat je werk recht blijft. Eén overslaan, een stokje. Omslaan, achterdoor. Omslaan, één overslaan. Omslaan, achterdoor.
En als je zorgt dat het boven elkaar blijft, dan krijg je een heel mooi patroon. Zorg dat je aan de zijkant wel met één stokje begint. Dus in principe had dit stokje hier niet gemaakt hoeven worden. En dan moet je het gewoon even uithalen en even opnieuw beginnen, zodat je goed uitkomt. En dan heb je de gekruiste stokjes geleerd. Ik zou zeggen veel succes en bedankt voor het kijken. Nou, iedereen kan haken. Graag abonneren op mijn YouTube kanaal. Ik ga weer aan de slag om een nieuwe steek uit te leggen. En ik zou zeggen veel succes met deze gekruiste stokjes. Als je het eenmaal door hebt, dan haak je heel snel een mooi vierkant lapje. Dankjewel voor het kijken.